Al jaren kunnen inwoners van Alkmaar initiatieven indienen. 6 consulenten ondersteunen de bewoners en regiegroepen beoordelen de plannen. Nou, dat gaat eigenlijk heel goed met bewonersinitiatieven. Je staat hierbij een voorbeeld wat enorm goed loopt. Er worden heel veel aanvragen gedaan. Maar wij willen blijven stimuleren vanuit het gemeentebestuur omdat mensen nog steeds meer bewonersinitiatieven gaan doen de komende tijd. De gemeente Alkmaar organiseert daarom zaterdag 19 november de Dag van het Bewonersinitiatief. Er is een informatiemarkt met bestaande bewonersinitiatieven en er zijn workshops over hoe je een bewonersinitiatief vormgeeft, hoe het werkt bij de gemeente en hoe je social media kunt inzetten en een goede presentatie houdt. Als je eenmaal een leuk idee hebt en je gaat ermee naar je gebiedsconsulent, dan kan zij je verder op weg helpen. En vanuit daar gaat eigenlijk alles heel erg makkelijk. Wethouder Victor Kloos maakt 19 november bovendien bekend wie de 10 finalisten zijn van de wedstrijd voor het beste bewonersinitiatief. Dat initiatief wordt niet alleen gerealiseerd, de indieners van dat plan mogen bovendien de Alkmaarse kaasmarktbel luiden. Zaterdag 19 november tussen 11 en 4, de dag van het bewonersinitiatief, Theater De Vest aan het Canadaplein in Alkmaar.